Hallo mensen, welkom weer terug bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan we van A naar B in één rechte lijn. We zijn nu hier ergens in het dorp. Ja, en straks komen we hier precies op deze plek. Maar we gaan nu van A naar B ergens heen. Dus het dient wel. En het is zo dan, als we ergens niet doorheen kunnen of zo, dan moeten we een challenge uitvoeren. Dus ja, laten we beginnen. Dus tot zo, doei. We gaan nu beginnen. Lekker handig. We hebben nu gelijk. Een, hoe noem je dat? Eerste obstakel gelijk al. Maar we hebben geen tijd of zo. Dus we moeten gewoon naar heen. En hier zie je nu. Kijk waar we heen moeten. Hier zie je het in beeld. Alleen we gaan er nu heen. Dus ja, tot zo als deze trein voorbij is. Oké, jongens, we zijn nu hier. Zoals jullie kunnen zien. En we moeten helemaal hierheen. Ben hier. De Fancy Scooters. Zoals jullie kunnen zien. Kijk. Hier zijn we nu. En we gaan dus helemaal in één rechte lijn daarheen. Ik hoop dat het lukt. En ik hoop niet dat we door heel veel huizen moeten. Maar we gaan het zien. Kijk, hier zijn wel allemaal dingen. Obstakels. Maar we gaan het zien. Dus ja, tot zo. In één rechte lijn. We gaan hier even zo meteen omheen. Maar ik ga hier niet een opdracht voor uitvoeren. Want dit is echt heel easy. Zo meteen moeten we even freestyle rennen. Ja, wacht. Oh, handhaving. Ja. Dus wachten, want we kunnen niet echt in één keer door die handhaving gaan rennen. We moeten oversteken. Oh ja, oké, dan doen we dat. Oké. Niet gelijk weer challenge. Nou jongens, ik ga dat niet doen. Ik wacht tot die handhaving weg is. En nu ga ik gewoon hier rennen. De handhaving is weg. Dus freestyle run. Ik heb even freestyle run gedaan. En die andere niet. Maar jongens, kom op. Vanaf daar. Hier. Dat noem ik toch even geen opdracht. Dit vind ik eigenlijk niet echt een opdracht, man. Toch, heel eerlijk. Dit is geen opdracht waard. Oké, jongens. Nu gaan we deze hele weg aflopen. Tot en met daar. En dan gaan we weer door. Dus ja. Nu daarheen. Naar dat pad weer volgen. Ze eigenlijk lopen nu wel prima. Nog geen challenge. Ja, alleen zometeen. Die had ik even op de kaart gekeken. Moeten we weer even een. We kunnen zo niet overal doorheen. Zo, het is een bos waar we niet doorheen kunnen. Dus dat wordt denk ik wel een. Challenge. Pak inderdaad. Oké, jongens, we moeten weer even deze weg volgen. En zien we jullie zo meteen weer terug. We kunnen hier niet echt doorheen. Hier is een hek. En hier, ja. Dit is echt, als je dit doet, allemaal prikkeldraad. En je kunt er niet overheen. Oké, dit wordt een opdrachtje uitvoeren. Please skip. Oké, jongens. Ik heb hier even een spinningwieltje. Oké, daar gaan we. Wat is dit? Skip. Ja, yeah, de skip! Ja, yeah, let's go. We hebben skippen. We mogen deze skippen, jongens. We hebben eentje. Ja. We hebben gelukt, dus we hoeven geen opdracht te voeren. Deze mogen we nu skippen. En dan kunnen we gewoon omlopen eigenlijk. Dus ja, tot zo. Het is eigenlijk van precies daarheen. Maar wij hebben echt geen zin om helemaal nat te worden. Kan wel. Je kan springen, maar we moeten even opdracht doen. Die is niet te erg. We kunnen nu ook niet ergens aanbellen of zo. Yes! Oké. En nu je steempje schaar, jongens. Eet gras, dus dat is wel echt chillen. Gaat tot nu toe bij alle chillen, hoor. Oké, steempje schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Let's go! Oké. Gewoon lekker hoopje gras. Nee, ja, wel wat meer. Dit is wel niks. Kijk, doorslikken. En wel doorslikken. Dit lukt wel. Oké, dan kunnen deze gelukkig skippen. Andere keer moest je het ook dus nog. Toen we weer die steempje schaartje hoor. Oké, gaan daar lekker chappen. Laten we zien dat het erop is. We lopen nu door. Oké, we mogen dit nu even skippen, dus we lopen even door. Niet uitspugen. Heb je nog in je mond? Ja. Oké. Is dat goed? Maar we moeten eigenlijk zo. Alleen, dit mochten we skippen. Dus bij het eerste ding waar we doorheen kunnen, gaan we gewoon doorheen. We gaan wel langs doorheen. Maar ik weet niet of je hier mag komen. Het lijkt erop van niet, inderdaad. Maar ik ga even kijken op de map en dan zie ik jullie weer zo. We zijn nu hier gewoon bij een rennende brug. En ik dacht van, oké. Deze, ik kijk of het hek open is. Nou, hij is blijkbaar gewoon open. Alleen, ik zit te twijfelen. Ik zeg van...
ik zeg van oké, okay, gewoon doen. En je moet twijfelen of we dit gaan doen. Zullen we toch een vraag aan die mensen? Mag ik jullie misschien iets vragen? Is dit hier open terrein? Is dit... Ja. Mag je hier gewoon lopen? Door de bos? Nee, je moet daar in gaan. Alleen, we keken dus even voor die hek daar. Die is gewoon open. Oh, nou ja, dan ga je toch lekker in. Zou dat mogen? Ik denk het wel. Oké. Okay. Jongens! Het mag! Het is open terrein. Oké. Okay. Dank je wel. Oké, dus jongens, gelukkig is er niks aan de hand. Ik moet gaan duwen. Ja. Oké, hier gaan we doorheen. Dus dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké, jongens, we moeten even door de bush. Was het gras lekker? Oké, jongens, we moeten hier helemaal door deze bush. What the fuck? Ah, oh. Dit is wel echt kut. Hey, yo. Oké. We zijn in ieder geval door het eerste bush. Nu moeten we door de tweede bush. Yeah. Oh, wat een... Oh, mijn enkel. Ja, toch. Dit is wel echt kut, gast. Al die bomen. Omgevallen bomen, gewoon. Kijk dan. Holy shit, dit breekt echt ziek gek af. We zijn bij dit gebouw. Hier kunnen we denk ik wel omheen. Daar kan je nooit doorheen, hoor. Nee. Dat wordt denk ik een opdracht. Door dit gebouw. Het ligt precies op onze lijn. Auw. Oké, dus ik zie jullie zo meteen. Jongens, dit wordt denk ik een opdracht. Daar is een teringbrug. Ja. Dan pakken we eerder denk ik die, toch? Want die ligt op ons spoor. Oké, want dit wordt de opdracht. Kijk. Kom op, geen eitje dit of zo. Okay. We zijn nog alleen maar echt nare over, hè? Nee, maar... Oh, moet ik ze eruit halen? Dat mag niet uit. Hoofd in water. Oké, handje weer, jongens, weer steenpapierschaar. Steenpapierschaar. Kut. Oké, steen. Ja, tot een. Steenpapierschaar. Let's go! Daar is weer. Gewoon je hoofd en gewoon huts erin. Pas op, hè? We houden die vast. Nee, hoofd moet er meer. Nee, helemaal. Drie. Gewoon kopje onder. Ik ga het lekker vullen, ik val bijna rond. Ja, maar hij moet kopje onder. Echt moet je kopje onder. Oh. Nou, jongens, dit was de opdracht. Jongens, we mogen deze blik skippen en daar is een mooie brug. Daar gaan we lekker overheen. Oké, jongens, sorry voor dit geluid, maar kijk, we zijn nu hier. En dan even kijken. Oh, hij moet even laden, denk ik. Zo. En wacht, hier moeten we heen. Dat grijze ding daar. Ze lopen ongeveer wel goed, denk ik. Dus ja, we moeten eigenlijk gewoon dit volgen. Maar dit, nu mogen we het water hier, dit skippen. En daar is een brugje en daar gaan we even overheen. En dan gaan we weer door. Dus, klein probleempje. Dit ding, ja, hier kunnen we niet doorheen. Ja, we kunnen doorheen, maar zwemmen. Alleen, ik vind het prima, alleen die andere, nee. Niet echt, hè? Ik zie niet echt zitten. Nee, oké. Okay. Gaat blijkbaar niet zwemmen. Dus dit wordt weer een opdracht, Rijk. Kom maar. Eitje dik en stiften. Ik denk dat ze de happy stift, man. Ja. Nee. Ja, ik wist dat stiften. Oké, steenpapier, schaar weer. Nee. Oké, steen, papier, schaar. Yes. Kut! Oh, dat mag niet. Mag het niet? Geen omhoog tekenen. Ze mogen nu iets omhoog tekenen, dus ja, gewoon wat tekenen. Je moet zijn wangen allebei groot maken, zo rondjes op zijn wangen. Ja, dat is grappig. Ja, dat is nou, je moet even serieus. Kom, ja, okay, ik doe dat. Oké, daar gaan we. Schmink, kasteel. Dat, niet je arm, want dan kunnen de kijkers niet zien. Ja, dat zien we later toch hoor. Oké, en de andere wang kwijt. Ik doe wel de andere. Oh jongens, kijk dit. Okay. Gelukkig gewoon. Van aanspannen. Ja, oké, genoeg. Nee, nog. Laat me iets fucking gehad. Nee, ik weet het. Pak die groene marker. Gaat dit ga ik naar aardbei, hè? Kijk. Nee. Op je neus. Je bent Rudolf. Laat me nog één ding doen. Dat is het laatste. Rijk, god, stop. Geef eens. Gis, ik moet even goed je neus afmaken. Nee, niet. Kijk je zo, en dan. We kunnen niet de snor vergeten. En dan deze nog. En dan de snor? Zo, oh, gaat ook richting de neus.
En dan nog over richting de nog even ook even. Nee, mooi snorretje. Moet nog even af. Dit is jouw maar dit is wel erg hoor. Zo zie ik eruit. Voor de rest van de video. Oh, die mensen op straat gaan me aankijken. Oké, mogen dit zieke meer, rivier, sloot. Dit kan je geen sloot noemen. Dit mogen we skippen. Het ziet er echt niet uit. Wat is dit? Is nou een briljant. Oké, deze mag skippen, dus tot zo. Doei doei. Kijk, die herten daar ook chillen. Herten? Ja. Een ziek huis hier ook. Ja, die noem je geen huis. Het is meer een... Voor de landgoed. Ja, precies. Nou, mogen we het gelukkig skippen? Gelukkig? Gelukkig, ja. Ja. Dan zie ik jullie zo meteen weer. Joejoe. En daar is de brug. Daar. En daar mogen we overheen. Als die open is. Ja, die is open. Dit komt er echt perfect uit. We zijn net over dat bruggetje geweest. En we moeten hier even omhoog. Dit is wel vet. Hier kunnen we... Echt omhoog. En nu zitten we weer precies op de weg. Kwetsbare mosseling niet betreden. We mogen niet over het mos. Maar dat komt goed uit. Want dit loopt echt precies op onze lijn. Hier kunnen we wel overheen. Hier ga ik geen challenge voor doen. Dit is fucking boompje, gast. Ik ga er overheen, denk ik. En door kan niet. En door kan niet, hè. 5 meter. Ja, dat is geen 5 meter, denk ik. Ik ga er overheen klimmen, hoor. Ik ben lekker aan het klimmen hierboven. Oh, kut. Waarom heb ik dit gedaan? Oh, ik mag er nog langs. 5 meter. Het ziet er echt niet uit, hè. Oh, kut. Ben hem. Oh, shit. Oh, shit, gast. Aan de been inrichten lijn. Als jullie in deel 2 willen, met ergere straffen, laat dat even achter in de comments. En ook ideeën. Ja, ideeën. En video-ideeën. Maar bij het drillen door special komt er iets, maar ik ga nog niet verklappen wat. Gewoon allemaal leuke dingen. Sommige mensen die willen dus mij doneren. Alleen even laten weten hoe ik een open account heb. Soort van. Nee, niet open account, maar gewoon een open account waar mensen mij geld kunnen geven. Ik word klimmen, als ik kan je overheen. Ja. Waar je zo geld kan doneren. Laat het weten in de comments hoe dat moet. Want sommige mensen willen dat blijkbaar. Heel erg bedankt, strijders en die chappies. Strijders. Als je dat doet. Met aardig. Help je me mee. De Vla Challenge, dat kost mij geld, hè? Ja, en ik verdien nog helemaal nul met YouTube. Met YouTube, dus ja. Moet je even hierover in klimmen? Ja, maar en dan hier dan. Ja, tot zo. Dus we moeten hier even overheen. Ik ga als eerst. Oké, ga maar. Ik ga daar even klimmen. Ik ga over het hekje heen. Waar moet ik zo heen? Wacht nou, jongen. Kom op, het is niet zo lastig. Ja, ik ben bezig. Gelukkig. Fireman. En dan gaan we door. Doei. Oké, jongens, even. Daar is het. Het is nog 16 minuten lopen volgens het ding. Alleen ik vind. Nou, wij lopen heel snel. Dus dit is denk ik voor ons geen 16 minuten lopen. Alleen. Kijk, dit stukje hier. Is misschien een soort van. Een of andere kruispunt. Dat is niet echt een rechte lijn. Maar wij lopen wel rechte lijn. Dus dat komt helemaal goed. Tot nu toe is dit wel echt een lekkere rechte lijn. Daar is wel een bochie. Alleen ja, dat kunnen we vermijden. Ga je gewoon overheen klimmen? Nee. Ik ga niet opdracht doen. Er zijn nog 2 echt fucking erge opdrachten. En ze uitstikken. En nog iets. Ik ga hier gewoon klimmen. Boeien. Dit hier kan je overheen klimmen. Gaan jullie komen? Ja, wij komen sowieso. Ik kan je het alleen laten. Zeker niet. Nee, het is helemaal niet zo moeilijk. Al in je handen doen we een klein beetje pijn. Oeh, je hebt vast een benen. Oké, ik heb het gehaald. Ik ga alleen even die uitchecken zo meteen. Maar jongens, ik heb het gehaald. En we kunnen gewoon weer doorlopen. Want eigenlijk moet je, want daar gaat hij de verkeerde kant op. En we moeten gewoon daarin. Maar we lopen nu echt precies die mooie lijn. Gewoon in één keer echt die mooie rechte lijn. Zo meteen moeten we weer over een hek klimmen. En anders is daar volgens mij geen uitgang. Kijk, hier kunnen we dus onderdoor. Wacht, ik drop even. We hebben de ijver hebben we niet nodig. Want we hebben gewoon dit obstakel gewoon gefixt, gast. Ja, jongens, we moeten challenge doen. Oké. Please. We kunnen geen glaasje water doen. Oké, awkward gesprek. Stift op hoofd.
Hebben we gehad? Aanbellen voor water en tik. Stip de vogel waar moet je gaan. Oké, ik hoop eitje. En dat je dat niet bent. Tik op hoofd. Oh! Ken je steen, papier, schaar, jongen? Peter, kijk hem nu, hè? Steen, papier, schaar. Kut, hoor. Je hebt een lekkere eitje. Ik ga niet hard. Oké, maar doe gewoon. Nee, ik tik hem. Ja, ja. David mag gewoon. Eitje of ja, ik ga niet hard. Ik ga gewoon met zijn ogen. Oh, heerlijk. Oh, what the fuck. Oeh, lekker. Allemaal ei. Oh ja, kijk. Oh, kijk. Allemaal in je nek druipen. Gefeliciteerd. Nou, heel leuk. Echt kut. Dan gaan we door. Man, kijk, we moeten ze wel nu daarheen. En dit mochten we gewoon skippen. Daar moeten we door naar huis. Maar we moeten ze wel zo. Oké, jongens. We kunnen niet door het huis. Ja, dat kan wel. Alleen is er niemand thuis. Dus, ja. Dat wordt een... Aanbellen voor water of akkoord gesprek? Ja, één van die twee. Oké, dan gaan we. Ze zijn allebei niet echt erg. Nee. Alleen akkoord gesprek is wel kut. Ja, dat is wel chill. Aanbellen voor water. Oké, steenpapier, schaar. Steen, schaar. Steen, papier, schaar. Lekker voor je. Je moet gewoon aanbellen. Er zou ook een glaasje water mogen komen. Hallo, mevrouw. Ik kom net van school en ik moest nog naar huis lopen dus, en ik heb super dorst. Zou ik een glaasje water mogen? Ja, waar moet je heen dan? Wat zei je? Van welke school kom je? Ja, ik kom van de Santa. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja hoor, dat kan. Waar woon je dan? Ik woon in de Overveen. Oh, jeetje, dat is iets. Heel erg bedankt. Oh, wat is dat voor een hoek? Oké, dat is goed. Oké, doeg. Dat kan ik wel zien. Dit is zo awkward. Het was helemaal geel. Ja, zag je wel. Helemaal wit water. Giftig. Denk het. Zij doen echt een gaar gesprek. Want ze ging helemaal vragen van waar, op welke school zit je en waar woon je? Maar het was nog awkward om te zeggen van, we moeten door het huis heen. Hier moet naar links en dan dit mochten we skippen. Hier is het, naar links. Dat zie ik hier zo. We zijn er bijna. Oké, jongens. Zoals jullie kunnen zien, hier is het eindpunt. En we zijn er echt bijna. Ik ga nu even filmen. En we hebben het gewoon gehaald, jongens. Jongens, dit is het einde. We zijn er echt bijna. We moeten echt dit kleine stukje. Jongens, we zijn er gewoon. Dit een of andere gekke kerkje. Wat vonden jullie van dit? Ik wil niet doodgaan. Heel leuk. Wat? Je gaat niet dat die doodgaan. Dat is allemaal wit water. Als jullie dit nou een leuke video vonden... Laat dan even achter in de reacties. Zeg dan of er een deel 2 komt. Even gewoon echt zeggen. Gewoon zeggen van, ik wil deel 2. Of zeggen van, ik wil geen deel 2. We hebben echt 330 abonnees al bijna. Kom op. Ik weet niet, het gaat heel snel. Laat het abonneer en dan zie ik jullie de volgende keer. En dan zeg ik dikke, vette, peace!